Er zit hier weer wat moois achter, jongens. Deze Elite Trainerboxen zijn sick, man. Rowlet, Oshawott, Canceling Cologne en als laatste... Oh, dit is de kaart die het allermeeste waard is in deze set. Yo, Nintendo fans. Vandaag heb ik Astral Radiance Pokémon kaarten. En ik heb niet één Elite Trainerbox, maar ik heb er twee. Dus knal snel die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dan gaan we gelijk uitpakken. Let's go. Kijk deze dikke stapel. 16 pakjes. De allereerste codekaart is voor jullie. En bij Astral Radiance zitten een aantal kaarten met hele toffe alternatieve art. En we gaan eens even kijken of we die kunnen pakken. We hebben hier Silene uit de Hisuian regio. Ja, hier zitten dus ook Hisuian Pokémon in. We hebben hier Purugly. Azelf. Oké, gewoon gelijk Legendary. Dus helemaal geen bijzondere kaart voor de rest. Tegenwoordig zijn Legendaries helemaal niet meer bijzonder. Blijkbaar. Oshawott, Hoothoot, Cricketoad, Quillfish. Dit is gewoon eigenlijk een Hisuian set. Zo kan je het wel zien. We hebben een Leafeon Reverse. En als laatste... Oh, we hebben gelijk een lekkere pool. De Oranguru V-kaart. Lekker man. Eerste pakje gelijk een V. Oranguru. Of is het Oranguru? Hij is niet super veel waard, want de alternatieve artkaarten en de goldkaarten zijn meer waard. Maar hey, 2 euro. Oranguru V. Het is een lekker begin. Tweede pakje. Let's go. Ik ben benieuwd. We beginnen met Psychic Energy. Dan hebben we hier Grant, een Hisuian Electrode die super boos kijkt. Een Gutsy Pickaxe. Sudowoodoo, Magnemite, Ralty, Hisuian Sneasel. De Hisuian vorm van de uiteindelijke Pokémon, die heeft ook een hele toffe alternative art kaart. Misdreavus hebben we hier, Bronzer Reverse en als laatste een Rapidash. Ik vind het wel echt leuke kaartjes, al deze Hisuian Pokémon. Golduck, de Switch card, Cricketune, Magnemite, Ralty weer, die hadden we net ook. Misdreavus hadden we net ook. Hisuian Sneasel hadden we net ook. Barboach, die hadden we net niet. Een Hisuian Quillfish Reverse. En de laatste, de Hisuian Lilligant Holo Rare. Lilligant werd natuurlijk helemaal lijp als de beschermer van de Hisuian regio. En hier hebben we de Reverse. De volgende codekaart is weer voor jullie. Misschien brengt het geluk. Daar gaan we weer. We beginnen deze met Quilava. Een Heavy Ball Hippo Down. Wat is die aan het doen? Ik dacht echt dat die Dwebbel hier aan het opeten was. Maar dat zal meevallen. Drift Loon, een Sudowoodoo, Combi, Ralty, Nickit. Zit Nickit daar ook in trouwens? Dat wist ik niet. Hey, een Radiant Heatran. Volgens mij is dit wel een bijzonder kaartje. Oké, dit gaan we even uitzoeken. Wat zit er als laatste in? Regieleki. Oké, Radiant Pokémon kaarten zijn super sterke basic Pokémon kaarten. Deze zou je dus heel snel kunnen spelen om de tegenstanders hun team te vermorzelen. Dus deze Radiant Heatran zou die ene Pokémon kunnen zijn. En als je deze laat graden op een 9 of een 10, dan kan dit nog best wel wat geld waard zijn. Volgens mij brengt het echt geluk als ik de codekaart aan jullie geef. We gaan het zien. Fire Energy. Jan Mega. Een Gape Jaw Bok. Magneton. Hisuian Quillfish weer. Oshawott, die hadden we al. Hoothoedje. Palnyard, wat is die aan het doen, joh? Wat ben je raar aan het springen, vriend? Dit vind ik een beetje een gek kaartje. Pucciana, Reverse Cricketoad. En als laatste, ja hoor, Starmie V. Het brengt echt geluk als ik die codekaart aan jullie geef. Het zijn allemaal kaarten die maar 2 euro'tjes waard zijn. Maar toch, weet je, het is leuk om die 4 kaarten te hebben. Gewoon Starmie V, let's go. En het zit allemaal in die eerste Elite Trainerbox. En daar hebben we nog 3 pakjes van. Codekaartje weer voor jullie. Psychic Energy, Spicy Seasoned Curry, Bisharp, de evolutie van die gekke Palnyard. We hebben Choi, een Oshawottje, Hoothoedje, Palnyard, ja, daar is die weer. Pucciana, Yamma, een Hisuian Decidueye. Reverse. Vette kaart trouwens. Ik vind het wel een beetje een gekke Decidueye. Ik vind de normale Decidueye cooler, maar het is leuk om deze in reverse te hebben. En als laatste, Ursaluna. Ook wel een hele vette Pokémon hoor. Toffe art ook wel. Hey, we hebben weer een 4-star kaartje in plaats van de Energy. Dan hebben we hier Kranidos. Pillow Swine. We hebben Choi. We hebben Hisuian Growlithe. We hebben hier Bronzor. Rufflet. Hisuian Quillfish. De normale Rowlet. Dan een Stantler Reverse. Wel een leuke kaart ook weer, man. Zit die allemaal met elkaar te chillen en zo. I like it. En als laatste, Irida. En dat is ook een holo rare. Deze kaart wordt volgens mij ook best wel gebruikt. Want hiermee mag je gewoon een waterpokémon uit je team zoeken en die in je hand doen. Dus dat is wel nice. Het laatste pakje uit de eerste Elite Trainer Box begint met een Fighting Energy. Dan hebben we hier Uxie. Een Hisuian Overquill. Vind ik een hele sikke Pokémon. Deze vind ik echt cool. Die wil ik ook wel in mijn team doen. Die heb ik ook in mijn team gedaan. Kamado. Eevee. Een Heracrossy. Een Hisuian Quillfish. Mantine. Allemaal water Pokémon inderdaad. Dus die Irida kaart die is best wel goed voor deze set dan. Hisuian Basculin, Ursaluna Reverse en als laatste... Oh,
Dit is echt super droog. Ursaluna reverse en daarna de normale Ursaluna. Oké. Dan beginnen we nu met de tweede Elite Trainer Box. Opnieuw een codekaartje voor jullie. En dan gaan we weer, jongens. We hebben hier Grant, een Hisuian Electrode, Gutsy Pickaxe, Eevee, een Heracross. Blijft ook gewoon een toffe Pokémon altijd, die Heracross. Dan hebben we hier een Mantine, een Hisuian Quillfish, Hisuian Basculin, Heavy Ball. En er zit wat moois achter. Oeh, volgens mij zit er iets heel moois achter zelfs. Oh, Een trainer, wat is het? Oh, het is Adamant! Of Edamant, of Adderon. Het is in ieder geval de Rainbow versie. Niet gegraded is deze 10 euro waard. En als je hem wel laat graden, kan die zelfs tot 80 euro waard zijn. Lekker, man! Lekker kaartje! Woep. Ja, ik moet gewoon al die codekaarten aan jullie geven, denk ik. Let's go, Fire Energy! Hisuian Electrode, Gardenius Vigor, Temple of Sinnoh, een Ponyta. Die hadden we trouwens ook nog steeds niet. We hebben hier Chatto. Er zit hier weer wat moois achter, jongens. Deze Elite Trainerboxen zijn sick, man. Rowlet, Oshawott, Canceling Cologne en als laatste... Oh, dit is de kaart die het allermeeste waard is in deze set. Ik moet hem gelijk in het hoesje doen. Het is de Origin Form Dialga V. En dan natuurlijk de alternatieve art. En deze is ungraded, ongeveer 70 euro waard. En als je hem wel laat graden, dan is die misschien 500 euro waard. Ah, wat dit is sick. En wat een prachtig kaartje is dit ook, hè. Deze ziet er zo mooi uit met al die kleurtjes. Helemaal sick. Lekker. Holy moly. Het gebeurt mij bijna nooit dat ik de duurste kaart uit een set pool. En nu is het gewoon eindelijk een keer zover. Super cool. Er zijn sites die zeggen dat de Machamp V Alternative Art meer waard is. Dat zou kunnen. Maar weet je, ik ga er gewoon vanuit dat dit hem is. Ja, wat vet. Yes. Maar het zou wel heel sick zijn als we die Machamp nu ook nog vinden. Maar dat geloof ik niet, hoor. Dat die allebei in één box zitten. Dat kan haast niet. We hebben hier Cricketune, Bisharp, Choi, Yanma, Drifloon, Sudowoodo, Combi. Er zit weer een pool achter, jongens. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. We hebben de Radiant Heatran gewoon nog een keer. En hierachter zit ook weer wat. Namelijk Darkrai V. Lekker, man. Een dubbele pool. Heerlijk. Dit zijn echt supergoeie boxen, man. Eindelijk weer. Hoppakee. Deze ook in een hoesje, hoor. We hebben gewoon nog 5 pakjes, hè. Codekaartje natuurlijk weer voor jullie. Let's go. Een KPL Bok, Magneton, Spicy Season Curry, Cyndaquil, Hisuian Quillfish, Hisuian Growlithe, Bergmite, Rufflet, oh my gosh, we gaan gewoon door, jongen. Galarian, Obstagoon, Matt Pierce, holy moly. Ah, dit is weer zo'n coole kaart ook, joh. Deze set is niet normaal. Miss Mages, maakt niet uit, maar dit is ook weer echt, ah, super vet. Het lijkt wel alsof er in ieder pakje gewoon een coole kaart zit. Niet normaal. Alsjeblieft, weer voor jullie. Ik zou wel zeggen, pak ze niet allemaal, hè. Gun een ander ook wat codekaarten voor de online game. Nou, we gaan weer verder, hoor. Een Featherball, Whiscash, Sweet Honey. Oh, ik sla er eentje over. Hisuian Quillfish, die heb je al heel vaak gezien deze video. Oshawott trouwens ook. We hebben hier Hoothoot, Palniard, Pucciana, Reverse Bergmite en als laatst Rapidash. Het kan niet altijd feest zijn, jongens. Niet ieder pakje is zo'n geweldig pakje. Hey, een Electric Energy, die heb ik volgens mij nog niet gezien vandaag. Nou, let's go. Whiscash, Sweet Honey, Cricketune, Yanma, Drifloon, Sudowoodo, Combi, Ralts. Oeh! Radiant Hawlucha, wat is dit een vette kaart. Is die ook shiny of zo? Volgens mij zijn die Radiant Pokémon shiny dan. Holy moly, wat zit erachter? Een Absol Reverse. Ik bedoel een Absol Holo Rare. Ik ben helemaal in de war. Yo, maar deze Radiant is super cool. Bij Heatran viel het me niet op. Maar die Hawlucha, die lijkt wel shiny, man. Deze is ook gewoon 8 euro waard, hè. En hij kan ook gewoon tot 60 euro waard worden. Echt niet normaal. Nog 2 pakjes. Hier is weer de codekaart. Ik vind dit niet normaal. Een Sweet Honey. Canceling Cologne. Pillow Swine. Barboach. Misdreavus. Hey, Scyther. Die had ik ook nog niet. Lekker. Mijn favoriete Pokémon. Poelen we ook nog eventjes. Heerlijk. We hebben hier Eevee. Heracross. Spicy Season Curry. Hisuian Avaluk. Oh, dat was hem al. Oké, cool. Dan gaan we snel door met het laatste pakje. Alsjeblieft, jongens. Geniet ervan. En ik ga jullie waarschuwen. Ik heb alweer wat moois gezien, jongens. We sluiten deze video ook weer mooi af. Met Cricketune, Spicy Season Curry, Bisharp, Bergmite, Hippopotas, Cyndaquil. Hey, een andere sidekaart. Super cool. Dan hebben we hier de reverse strakjes. Dat is Gallade. Ook wel vet. En als laatst hebben we weer een mooie pool. Oh my gosh, Hisuian Typhlosion, full art, wat ik veel, een V-kaart. Ah!
Dit is niet normaal, wat een puls. Ik heb denk ik nog nooit zo'n zieke video gemaakt als dit. Met Pokémon kaarten. Hisuian Typhlosion, die kan er ook nog wel even bij, joh. Kijk eventjes met me mee wat we allemaal hebben, jongens. We hebben de Oranguru V, daar begonnen we mee. We hebben 2 Radiant Heatruns gepoeld. We hebben een Starmie V-kaart, ook lekker. Adamon, Rainbow Rare gewoon. Dat was al een heel mooi begin van de tweede Elite Trainer Box. Maar ja, die ging helemaal los. Met Darkrai V, met Radiant Hawlucha, Shiny Hawlucha. Super cool, I love it. Een Galarian Obstagoon, Alternative Art, een trainerkaart. Die vind ik ook heel erg leuk altijd, die trainerkaarten. Hisuian Typhlosion V, super, super dikke kaart. Die trouwens ook gewoon een tientje waard is en tot 90 euro waard kan zijn. Maar de mooiste en de vetste kaart is natuurlijk deze. De Origin Forms Dialga V-kaart. Die tot maar liefst 500 euro waard kan zijn als je hem laat graden. Man, sowieso is die al een eurotje of 70, 80 waard. Dit is zo'n mooie kaart. Ik ben super blij. Wat een sikke video was dit, jongens. Als je dit vet vond en vaker wil zien, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!